Ja, hè? Deze weg, hè? Trek hem gewoon door onze start- en finishstraat. Radio natuurlijk samenwerking met de Loop Radio en de Schuurlaar van de wedstrijd. Oké. Tony, wil je meer rondjes? Ja, Tony gaat meer rondjes maken. Schuurlaar, Tony moet kijkers. Op één keer van de deur. Ja, alles kan, alles mag, alles is mogelijk. En dan ook de Schuurlaar. De rode prestatie weer hebben ze. En Roemen natuurlijk. Chapeau. Roemen erbij. Hey, van de kruisbest. Van de hoek. Van de hoek. Ja, ja, ja. Ja, lekker. Mooie prestatie. Lekker op de tellen. Matje komt ondertussen binnen. Zo. Ja, even raak zo veel uit, hij heeft een hele runner. Dat is allemaal niet de. Ik run. Onmiddellijk, natuurlijk. Finish hier van ja, we krijgen allemaal kanjes hier binnen. Die ook een toerenprestatie hebben verricht. Chapeau, mannen, voor jullie ook de Roemen natuurlijk. Super, goed gedaan. 120 kilometer onder de ringen door. Ook een hele mooie prestatie. Chapeau. Diepe buiging voor al deze dames die hier binnenkomen. Deze dames op de fiets. Een fantastisch moment en natuurlijk chapeau voor de heer en mevrouw Koep die het weer fantastisch hebben gedaan. Ik heb het zo jaren en mag het samen beleven. Ik kon het vorig jaar al open doen. Nu kun je ervoor hebben dat we vandaag hier hebben. Ik kan nu alvast vertellen dat
eigenlijk niet sprakeloos ben, maar dat ben ik ook, dat had ik nog niet gezegd natuurlijk. Van het verdrag dat we weer hebben op kunnen schrijven. En Jan zei dat al, tussenstand. De druk nog niet zelfs al steeds de dagen na. Dus, maar we zijn nu eigenlijk al zelf een nummer 1 druk. Ik wil nogmaals iedereen hartstikke bedanken. De deelnemers, de sponsoren. Natuurlijk alle vrijwilligers die vandaag en ook al gisteren in jou geweest zijn. Ook zonder jullie had het niet kunnen gebeuren. Ik denk dat het zo is dat we nu de check bekend gaan maken. Deze is wat klein. Als jij op de buitje wil staan. Wat ik nog kan vertellen is, we hebben een meerjarige afspraak met Oneos gemaakt. Noteer die alvast voor volgend jaar in de agenda 21 juni, de laatste dag. Dan is het, zoals het nu eruit ziet, weer toegedaan. Maar we hebben onze social media allemaal in de gaten in onze website. En dan plaats ik dat vanzelf voor. Ja, super natuurlijk. Nu vandaag, we gaan voor het moment suprem. Dan wil ik nog even één team danken. En dat is toch wel het team van Shalom met Oneos 1. Waar zijn ze? Ja, super! Het team Oneos 1 en Shalom hebben een hele mooie prestatie neergezet. Eddie de Jesse en Tup, we gaan het bedrag langzaam maar zeker onthullen. Jesse, achter je, de kaartjes eraf trekken. 1 voor 1 haal hij het bedrag tevoorschijn. Hallo, een 3. Een 5 is een 53%. Is dat achter de comma? Een 9. Een 5 en dan het allerbelangrijkste. Jesse, jij mag even stiekem kijken. Kijk maar even, het zijn geen centen. Kijk maar eens even stiekem, Jesse. Kun je het bedrag aanhouden, kunt zeggen? Ja, hij wil hem. Roep het maar. Jongetje, 5,5 Heel goed. Halve dag. Ja, 75,953. En dan mag het nu symbolisch. Die symbolisch daar door de stinken. De check, heb je nog meer wat zeggen over die check? Ja, ik ben heel erg onder de indruk. Ik heb hier gewoon tranen en hoog zitten, want wij zijn al 7,5 jaar druk voor Pika. En ik moet heel eerlijk zijn, ik heb nog nooit het gaan gelaten, maar ik heb het in ieder geval al heel erg moeilijk mee. En dat de ballonnen naar boven gegaan en dan onze overleden dochter. En ja, ik vind het heel bijzonder. Ik heb zo'n warm gevoel gehad vandaag. En dat allemaal door deze mensen elkaar is gemaakt. En dan denk ik van de organisatie, alles was helemaal top. En iedereen, ook jullie, van harte bedankt. Dat hebben we vandaag heel veel gehoord. Het is goed om in verbondenheid op deze moment ook bij elkaar te zijn. Ieder met een verschillende ervaring en zijn eigen verhaal. Het is een heel mooi plaatje, een hele mooie foto met een geweldig bedrag. Dat is wezenlijk het doel, de belangrijkheid, verbondenheid. Dus waar eindigt dit? En wat moet het in de komende jaren nog gaan worden? Hè? Je was afgelopen week denk ik aardig gespannen in afwachting van hoe zou het allemaal gaan lopen vandaag. En dat geeft heel veel spanning natuurlijk. Vanmorgen drek al denk ik. Ik zeg altijd tegen iedereen om me heen dat ik dat niet heb en dat ik daar geen last van heb. Natuurlijk, inwendig, dan gaat er wel heel veel door je heen. Wat kan er allemaal misgaan en wat kan er beter ook al. Want dat weet je ook op dat moment eigenlijk al wel. Maar we kunnen nu echt toch wel weer terugkijken op een verschrikkelijke fijne dag. Het weer was niet zo helemaal als vorig jaar, maar ook dat heeft niet echt heel grote nadelige gevolgen gehad. Dus ik en mijn medebestuurder, we zijn super tevreden. Ja, bijzondere dingen vandaag meegemaakt. Ik zag je af en toe langs het parcours rijden als Felix Levitaan in zijn beste jaren als het ware. Als tourdirecteur om alles toch in de gaten te houden, want dat is belangrijk. Hè? Betrokken voelen bij het geheel.
Ja, dat is het. Het is ook het samengevoel wat vandaag al eens een paar keer gezegd is. Ja, daar gaat het eigenlijk om. En ik ben niet meer als iemand anders. Er is een heel goed idee geweest van de familie Kroes. Dat hebben we op deze manier uit kunnen werken. En ze komen nog steeds met nieuwe ideeën. Je hebt er een keer wat werk mee, maar dat maakt helemaal niks uit. Het is gewoon allemaal, we weten waar we voor doen. En het blijft helaas nog nodig. Maar we moeten gewoon die hele nare ziekte moet de wereld uit. En dat kan alleen met heel veel geld. En daarvoor zetten we ons op zo'n dag in. En natuurlijk Lou en Loco vandaag, Kika FM. Super trots ben ik daar ook op, dat meen ik echt. Ik vind het schitterend hoe dat allemaal gegaan is. En ja, zoals Levitan, die reed dan, was ook een Franse auto. Ik geloof dat het zelfs een Peugeot was. Het was vandaag een Renault. En dat, Teun Kroes die reed me rond. Dat doet je wel heel erg goed, ja. En dat zijn eigenlijk ook de mooie momenten. Daar kom je wel eens te weinig aan toe, zo'n dag. Maar ik heb ook tegen mijn andere medebestuurder gezegd, doe dat gewoon. Alleen onze penningmeester die durfde het niet. Die wou toch de penningen goed in de gaten houden. En dat is allemaal prima gegaan. Dus heerlijk. Ik kan begrijpen dat je vandaag dus enorm genoten hebt. Als ik je uitstraling op dit moment ook zie dus. Ja, als ik eruit zie zoals ik me voel, dan is het goed. Ja, echt. Super trots op alles, op iedereen. Ik ben eigenlijk sprakeloos, zei ik net al, maar dat ben ik niet, want dan kon ik niet praten. Maar het maakt je wel eens stil en wat er ook in de kantine allemaal gezegd en verteld is, ja, dat doen we het allemaal voor. En ik vind het echt heel, heel erg mooi. Wat me opviel van de reacties vandaag die ik links en rechts van me hoorde, het is af en toe een familiereunie, een vriendenreunie, het saamhorigheidsgevoel, ja, dat is samen voor Kika toch. Ja, ik vind het ook heel, heel goed voor Ovios dat ze nu ook eens heel veel andere mensen op het sportpark krijgen. Vorig jaar zag ik dat al. Het is echt een heel ander publiek als voetbalpubliek. Veel meer families en veel meer saamhorigheid lijkt het wel. Dat is gewoon heel erg mooi om mee te maken. Echt, ik heb ervan genoten in ieder geval. Je gaat zeker vanavond nog nagenieten, denk ik. Ja, zeker. Ik ben er al mee begonnen, maar dat ga ik zeker doen. Ja hoor. Nou, heel veel succes en op naar volgend jaar 21 juni, Tour de Derde, deel 3. Daar gaan we wel tot op heden vanuit en het is ook een hartstikke mooie datum, dus daar gaan we voor.